Welkom dames en heren bij een gloednieuwe aflevering van Parkitect. Parkitect, fantastisch hoe dit spel elke keer wordt geüpgrade. We hebben natuurlijk wat mods geïnstalleerd, maar dit keer gaan we verder werken aan de thematisatie van bepaalde plekken. Maar gaan we natuurlijk eerst beginnen met een achtbaan, want ik had vorige keer natuurlijk die mislukte achtbaan gemaakt, een hangende. En we moeten gewoon iets vetters gaan doen. Dus ik ga gewoon kijken welke achtbanen hebben we. We hebben niet zoveel keuze. Dat is een eerste ding. We hebben niet veel keuze en daarom moeten we wel een keuze gaan maken. En anders maken we gewoon een mini coaster. Dat lijkt me ook wel heel tof. Die mini coaster. Ik zie hem zo vaak voorbij komen. Ik denk dat we die gewoon maar moeten neerzetten. En dat we gewoon iets heel vets ervan moeten maken. Goed. Een mini coaster. Ik wil sowieso dat die schuin omhoog wordt opgetakeld hier naartoe. Want dat vond ik wel heel tof. En als we nou gewoon in dit gebied zo maken. Dan komt het allemaal in orde. Dat weet ik 100% zeker. Goed. We gaan een begin maken. Dat is natuurlijk het station. Het station is belangrijk. Want daar vertrekt de achtbaan. Dus ik ga gewoon lekker build doen. En dan gaan we hem schuin maken. Even kijken of hij dat gaat doen. Als we hier dit wegdoen, dan gaan we hem schoon schuin maken, bult. En dan gaan we hem al als eerst laten optakelen. Het is apart. Het wordt een apart achtbaantje. Omdat het er ook gewoon heel apart uitziet. Zo. Kijk, we gaan heel langzaam gaat hij omhoog. Het is echt een kinderachtbaantje. Moet je kijken hoor, hij gaat echt niet hoog dat ding. Is dat serieus het hoogste wat we kunnen maken? Dit is echt het hoogste. Ik heb een gevoel dat dit echt een kinderachtbaantje gaat worden. En dat we hier niet echt de volledige ruimte voor kunnen gebruiken. Want als we dit nu doen, zo schuin, bult. En ik laat hem eigenlijk naar beneden gaan en ik doe even dit zo. Dan denk ik dat het allemaal een beetje zwak gaat worden. Ik kan het wel proberen hoe dat gaat worden. Maar ik heb het gevoel dat hij zeg maar een soort van... Ja, dat het een beetje allemaal een beetje klein wordt en zo. We gaan eens kijken. Kijk, hier vertrekt hij dan. Nou, hij heeft hier wat snelheid. Hij zal niet echt super snel gaan, want het wordt echt een kinderachtbaantje. Kijk nou, ik kan het niet serieus nemen. Echt niet. Ik denk niet dat we hiermee doorgaan. Ik denk dat ik hem gewoon verwijder en dat we gewoon een andere achtbaan gaan kiezen. Want ja, dit is leuk om te proberen trouwens. We kunnen dit achtbaantje wel gaan bouwen. Ergens anders op een plek waar gewoon ook een kinderachtbaantje moet komen. Ik vind dat wel leuk. Op een of andere manier kan het wel. We kunnen het wel ergens gaan bouwen. Laten we dat bewaren voor de volgende keer. Laten we nu ons focussen op een wat grotere coaster. De verticale dropcoaster is natuurlijk ook ontzettend stoer en cool. Laten we die gewoon doen. Hoppakee, we doen die gewoon. Hop. Ik ga hem draaien met spatie. En dan gaan we gewoon een ingangetje maken. Een intro. Als het goed is, hebben wij de intro al gemaakt. Nou, dan gaan we hem hier sowieso schuin doen. Dus ik selecteer dat niet meer en dan zo. En dan gaan we hem omhoog op laten takelen. Even kijken of dat lukt. Oh, konden we hem net niet omhoog optakelen omdat hij de ondersteuning niet ondersteunde? Zeg ik dat goed zo? Ik weet het niet. Bult. We gaan hem gewoon lekker hoog maken deze. Oh, dit is vet. Kijk, schuin gewoon omhoog. Hij hoeft niet... Ja, dit is natuurlijk al ontzettend hoog. Kijk dan. Hij is best wel hoog daar. En dan gaan we gewoon naar beneden. Laat hem gaan. Zo. Oké. En dit gaan we versnellen. Want jullie weten hoe langzaam ik ben in het maken van een coaster. Dus... en het is lang niet... Ik heb het lang niet gedaan dat we het beeld versnellen. Dus geniet ervan. Van deze achtbaan. Hoe ik die ga bouwen. Ik weet nog geen idee hoe.
Tada! Wat vind je ervan? Hij is niet verkeerd, toch? Kunnen we een onrij doen? Dat lijkt me zo tof om gewoon even een onrij te doen van deze achtbaan. Ik wil niet één karretje, ik wil meerdere. Dus we gaan eens kijken, trains. We kunnen 8 treinen doen, dat is behoorlijk veel. Ik denk dat 5 treinen sowieso wel genoeg zijn. Laten we het openen en kijken wat ze gaan doen. We kunnen ook 2, even kijken hoor, is het 1 trein? En we kunnen ook selecteren dat hij 2 wagonnetjes hebt. Volgens mij niet kartype. Nee, we kunnen alleen dat het... Ja, het is gewoon 1 treintje. Nou, doen we er 5. Dat is wel voldoende. Hoppakee. Nou, ik ben benieuwd. Ik wil wel een onride. Dus ik ga dadelijk kijken of mensen ingaan. Er gaat iemand in. Dus ik klik op de R. En dan gaan we in ieder geval in de attractie. Het lekt een beetje, omdat ik het hele park moet laden. Maar als ik hier naartoe kijk, zal die wat vloeiender lopen. Nou, dan gaan we eens kijken hoe deze attractie, hoe die wordt. En we kunnen trouwens een mooi uitzicht. Moet je kijken over het park. Je ziet wel dat ik daar nog geen omgeving heb gemaakt qua planten en bomen en details. Maar dat komt allemaal nog wel. Daar gaan we. We gaan eerst natuurlijk aan de zijkant. Dan gaan we de eerste afdaling. Een flinke afdaling. Hoppakee. Dit is vet. Gaan we een schuine bocht. Hoppakee. Daar had ik misschien ook wat schuiner kunnen doen volgende keer. Gaan we de andere kant op. Zo. Hoppakee. Leuk, 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 leuk. Gaan we weer een bochtje. Want we gaan vlak langs die achtbaan. En dan komt natuurlijk het spannende. De drop naar beneden. Hoppakee. We gaan helemaal onder de grond in de tunnel. En dat is het einde. Ik wou dat we moesten zeker nog in op het einde inderdaad. Dat je nog even onder de grond gaat. Heel tof. We kunnen dat helemaal afwerken met rotsen en zo. Daar ben ik wel... ik denk dat dit een hele toffe attractie is. Waarom is dit wit? Hoort dat zo? Ik weet niet waarom het dit wit is. Maar misschien een bug. Oké. Goed. We gaan hier een station maken. En we gaan natuurlijk dit helemaal... Oh, ik heb er zin in. Ik heb er zo zin in. Ik vind dat altijd zo tof als we zoiets maken. En dat het er ook gewoon heel tof uitziet. Rock. We gaan eens kijken bij Rock. Ik heb trouwens een beeld gestuurd naar de makers. Echt waar. En het... Oh, het bugt niet meer. Vorige keer wel. Weet je nog, toen bugt het heel erg, maar nu niet meer. Oké, mooi zo. Ik weet niet hoe dat is opgelost of dat ze het hebben opgelost. Maar gelukkig wel. Mooi. Het was namelijk zo, als je bij Rots hierop klikte, dan ging die hele tijd trillen. En nou is op een gegeven moment is het gewoon gefixt. En terwijl ik helemaal niks heb geüpdate. Dus dat is best bizar. Maar, doet hij dus gewoon weer. Je had het ook vorige keer in de aflevering gezien, hè. Zo, hier doen we wat rotsen. En doen we hier ook zo. En dan doen we ook wat kleintjes. Als we hier goed op klikken. Zo, dan kunnen we die een beetje hier aan de zijkant plaatsen. Dat is tof. En dan plaatsen we ook wat plantjes. Dat is ook wel gaaf. Zo, hoppakee. En dat doen we bij Nature. En dan klikken we op Plants. Doe ik even Rock weg, anders gaat het er niet bij staan. En dan klikken we even op Nature, denk ik toch wel. Pakken we even deze boom. Oh, die gaat er gewoon doorheen. Zo, bam. Bam, 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 bam. We hebben ook een plantje die kunnen gebruiken, want die sloopt niks. Die pak ik zo er wel even bij. Dan pak ik eerst even wat kleine bloemetjes en plantjes, zo. Hoppakee. Dit ziet er vet uit. En dan moet ik denk ik bij Adder kijken. En deze is het, de farm plant. Kijk, we kunnen hier een beetje er doorheen bouwen. Dat is wel vet. Want dan kunnen we dit een beetje thematiseren. Alsof het echt uit zo'n grot komt, zo'n... Ja, dit is stoer. Dit gaan we leuk aankleden, denk ik. Super gaaf. Maar ik wil nog eerst even de omgeving meer doen. Want we hebben deze hele omgeving niet mooi gemaakt. Dus wat we gaan doen, is hier eventjes dit naar beneden brengen. Zodat er water ontstaat. Even kijken, als we dit zo doen. Een beetje een meertje mag hier wel komen. En misschien gaat hij wel die achtbaan over het water heen. Zoiets als dit. Zo. En dan gaan we dat vullen met wat water. Kijk, zoiets als dit. Misschien mag die eentje hoger. Zoiets als dat. Juist, perfectos, perfectos. En misschien dat het water nog een beetje naar deze kant gaat. Dat is misschien nog toffer. Dus als ik nou even het land hier pak en ik gooi het naar beneden, moet ik het wel even goed selecteren. Zo. Doe ik iets verkeerd? Ik denk deze. Kan ik het zo doen? Nee. Ik pak het gewoon helemaal opnieuw. Hij deed iets heel raars. Kijk, nu zie ik het wel weer. Zo. Dan plaats het een beetje hier naartoe. Mag het wel een beetje naar de buitenkant, zijkant gaan zo. En nu klikken wij en dan is het klaar. Oh, dit hoekje is een beetje raar hier. Dat het in zo'n hoekje loopt. Dus wat ik doe. Kijk, ik moet echt helemaal afsluiten en dan weer... dat is ook misschien een bug of zo. Dan moet ik hem weer helemaal aanklikken. Zoiets als dit. Kijk hoor, waarom bugt dit? Oh, dan komt dat er nog water overheen moeten doen. Zo. Hoppakee. Oh, dan wordt daar ook lelijk. Wat een gedoe, dames en heren. Wat een gedoe met het land naar beneden brengen. Zo, hoppakee. En doen we het water en dan... Zo, klaar. Niks meer aan doen. Mooi. Een leuke grote riviertje, denk ik dan. Gaan we wat boompjes plaatsen. Kunnen we gewoon bij Nature kijken. Dan plaatsen we gewoon deze boom hier. En zo. En we plaatsen nog wat in andere kleuren kunnen we nu doen. Dus ik doe hem wat donkerder. De veer. Zo. De veerplant. Prachtige plant. Een enorme joekel. Zo. Hier nog wat boompjes. Zo. Wat omgeving. Ik vind het mooi. Maar kijk hoe het allemaal door elkaar heen loopt.
fantastisch. Wat een capaciteit ook. Kijk hoeveel banen, hoeveel dingen er lopen. Ik vind dit wel heel tof er al uitzien hoor. Echt fantastisch. Zo, hier nog wat kleine smalle boompjes. Die doen we ook natuurlijk wat neerzetten. Dat zijn ook hele mooie boompjes. Die moeten zeker niet ontbreken. Gewoon een paar klikken, hoppakee. Gewoon een beetje rage klikken mag wel, denk ik. Zo, rage, hoppakee. Goed. Er staat een nieuwe achtbaan, daar ben ik heel tevreden over. Hopelijk vond je dit een leuke aflevering. Laat vooral een dikke duim achter. En tot de volgende keer gaan we deze attractie meer aankleden. Ik ben blij dat het mij is gelukt om weer een nieuwe achtbaan te bouwen op deze plek. En het leuke is toen wel toevallig dat zeg maar alle achtbanen in de hoeken liggen van de parken. Dus de volgende achtbaan, de mini coaster, wil ik wel een beetje centraal houden. Afgesproken, deal. Tot de volgende keer. Doei doei!